In deze video praat ik over de silhouettenfoto van de kandidaten die openbaar is gemaakt en wie eventueel een goede kans hebben om mee te doen. Ook praat ik nog kort over het opnameland en gekke andere geruchten over Wie is de Mol. Hallo allen en welkom bij een nieuwe Wie is de Mol video. Het is even geleden, maar er is weer heel veel om te bespreken. Abonneer even snel, zodat je op de hoogte blijft van alle nieuwe Wie is de Mol video's. Laten we maar snel beginnen met onderwerp nummer 1. De silhouetten van de kandidaten zijn openbaar gemaakt door een bron die in een boekhandel werkt. Ik kreeg een DM met deze foto, maar ik geloofde natuurlijk in eerste instantie niet dat dit de echte foto was van dit seizoen. Dus ging ik ze vergelijken met alle andere groepsfoto's en alle andere silhouetten groepsfoto's. Daaruit bleek dat deze foto het promomateriaal is van het molboekje die op 22 november uitkomt. Dus we kunnen wel daadwerkelijk zeggen dat deze foto betrouwbaar is. Maar ja, dan ga je dus verder kijken en dan komt de moeilijkste taak. Want welke BN'ers zijn hier op deze foto te zien? Ik heb een waarschijnlijke selectie gemaakt en dat is het volgende lijstje. Nummer 1 lijkt mij Nelly Banner. Nummer 2 lijkt mij Jeroen Gortworst. Ik twijfel wel een beetje over hem, aangezien op nummer 2 een beetje flaporen te zien zijn en die heeft Jeroen eigenlijk niet. Nummer 3, Valerio Zeno. Nummer 4, Rian Gerritsen. Nummer 5, Jo van Egmond. Nummer 6, Hans Kesting. Nummer 7, Annemar Zwart. Nummer 8, Jacob Derwig. Nummer 9, Soy Kroon. Dit is de meest opvallende, aangezien hij heel veel krullen heeft en zo. En dat is waarschijnlijk ook het geval in deze foto. Dan en als laatste hebben we nummer 10 en dat is waarschijnlijk Nans Kolen. Laat ook vooral in de comments weten of jij een andere gedachte hebt over dit lijstje. Of dat jij andere verwachte kandidaten er juist in ziet. Meer weet ik echter niet over de kandidaten zelf. Het enige wat ik wel weet is dat de opnameperiode in ieder geval vanaf 24 juni 2022 was begonnen. En hopelijk geeft de crew ons de aankomende weken meer informatie over de kandidaten. Na de vele observaties over het opnameland van Wie is de Mol seizoen 23, zijn we het er eigenlijk allemaal wel over eens dat dit Namibië is. Dit komt door het biertje Windhoek die Rick McCullough vast had op een van zijn foto's op zijn Instagram pagina. Naast de kandidaten en het land is het ook heel opvallend dat de regisseur van Wie is de Mol, Rick McCullough, zijn Instagram-pagina niet meer te vinden is en waarschijnlijk op zwart is gegaan. Dan denk je natuurlijk bij jezelf, hoort dit bij de show? En dat denk ik persoonlijk niet, want er gaan ook geruchten rond dat dit misschien wel het allerlaatste seizoen is van Rick McCullough als regisseur van Wie is de Mol. Nou, tot slot wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze Wie is de Mol video. Vond je deze video nou leuk en wil je er meer van zien? Abonneer dan zeker hieronder eventjes met het belletje aan, zodat je op de hoogte bent van alle nieuwe updates. Voor meer losse informatie verwijs ik jullie graag naar mijn Instagram pagina widm-pro. En dan heb ik alleen nog maar te zeggen, tot de volgende keer, laters!